Oké, Jens, de grote trainingskamp quiz voor Jens Toornstra met de eerste vraag. Wat was je bestemming van je eerste trainingskamp met Feyenoord? Ik heb van tevoren gezegd dat ik weinig weet van trainingskampen, maar ik denk Marbella. Het antwoord is Dubai in de winterstop van 2014-2015. Ja, je hebt gelijk. Dat was de makkelijkste vraag, die heb je fout, okay, dus dat schiet lekker op. Volgende week wordt jouw hoeveelste trainingskamp met Feyenoord. Dus meer keuze. Redden je een beetje. A, 11e. B, 12e. Of C, je 13e. C. Heb je daar een motivatie bij, dit antwoord? Ja, ik denk 2 per jaar. Dit is mijn 7e seizoen. En we hebben ook nog een keer een trainingskamp gehad voor een bekerwedstrijd, volgens mij. Dat klopt. Extra trainingskamp in Marbella van dit seizoen 2017-2018. Heel goed, heel goed. Eerste punt is binnen. Oké, vraag 3. De Heldencup volgende week wordt gespeeld in de Koefstein Arena, waar jij met Feyenoord al eerder hebt gespeeld. Welk seizoen was dit en tegen wie speelden jullie? Volgens mij was dat Fortuna Düsseldorf. Toen speelde ik tegen Mike van Duinen. En in het seizoen 2015-2016. Helemaal goed. Dankjewel. Knap. Wat was er bijzonder aan deze wedstrijd? Was dat antwoord A, Dirk Kuyt maakte zijn officieuze rentrée? Was dat B, Jordi Klaasie speelde zijn laatste wedstrijd voor zijn vertrek naar Southampton? Of was dat antwoord C, Colin Kazim Richards maakte beide doelpunten? Ik twijfel tussen A en B. Dus dan ga ik voor B. A. Je hebt gegokt. Wat, B? Het is A. Ja, A, zei ik toch? Ja, buiten de tijd. Kijk even naar de jury. Nee, kunnen we niet goed rekenen, helaas. Okay. Vraag 5. In het seizoen 2016-2017 was jij regisseur en scheidsrechter van een wedstrijd balspel tussen twee spelers door het Spelershotel. Welke twee spelers waren dit? En een hint. Eén speler behoort nu ook tot de selectie. Was dat Sven van Beek? Nee, dan krijg je nog één kans aangezien het om twee spelers gaat. Bart Nieuwkoop. Bart Nieuwkoop en hij deed dat met nog een andere, dus je bent aardig op weg. Mag ik nog een keer raden of niet? Nog een keer raden, Bart Nieuwkoop, dat is dus degene die bij de selectie zit nog steeds. En nog een ander die er inmiddels niet meer bij zit. Rick Karsdorp? Nee, het is Wessel Dammers. Oh ja. Malen. Vraag 6. Ik wacht op mijn kans. Tijdens welk trainingskamp met Feyenoord zei je dit in een interview? Elke trainingskamp toch, of niet? Nee. Het zal dit zijn geweest. Ik denk 2015-2016. Vraag 7. Hoeveel goals heb jij gemaakt in vriendschappelijke wedstrijden op trainingskamp met Feyenoord? Het zullen er niet veel zijn, denk ik. 3? Het zijn er 2, volgens onze info. Tegen Mainz in 16-17 en tegen Hoffenheim afgelopen seizoen. Oké. Okay. Stiffy. Vraag 8. Volgende week nemen we deel aan 2 cups. In 2018-2019 deden we mee aan de Uhren Cup in Zwitserland. Tegen welke 2 teams namen we het op en wat was de uitslag tijdens die Uhren Cup? Basel. Ja. Wonnen we 5-0. En die ander was... zou ik niet weten. Dus Austria Wien. Ik denk dat je het hebt verdrongen, want je verloren met 3-0. Het was tegen Young Boys. Ja, die ja. Ja. Verdrongen. Dat is wel weer een puntje, toch? Of? 1 puntje erbij. Voorlaatste vraag. Noem zoveel mogelijk Duitse tegenstanders van Feyenoord in oefenwedstrijden op een trainingskamp waar jij bij was geweest. Het zijn er 7. Fortuna Düsseldorf. Borussia Dortmund. HSV. Ik kijk heel raar, maar we hebben wel tegen HSV gespeeld, volgens mij. Nee? Nee. Oh. Nee. Mainz? Ja. Verder kom ik niet, denk ik. Ik had nog Hoffenheim kunnen zeggen. Oh, ja. Karlsruhe, Darmstadt en Freiburg. Laatste vraag.
In hoeveel verschillende landen ben jij op trainingskamp geweest met Feyenoord? Zwitserland, Oostenrijk, Dubai, Portugal, Spanje. Dit zijn er 5, maar ik denk dat ik 1 vergeten ben, dus dan zeg ik 6. Het zijn er 5. Je twijfelt te veel aan jezelf. Ja, ik twijfel te veel. 5, toch goed gedaan. Dank je wel. Kijk jezelf terug op deze prestatie. Nou, ik had verwacht dat ik minder antwoorden goed zou hebben, dus ik ben tevreden.